Goedenavond. Het is zaterdag, het is 10 december. Ik ben Esther van Vlogstressie en ik zou zeggen, kijk gezellig met me mee. Ik ga een schoonmaakvideo voor jullie opnemen. Ik heb nog een video die vandaag online komt, die is nog niet compleet. Daar moet ik toch voor verzinnen en om het een beetje afwisselend te houden, ga ik vandaag mijn aanrecht schoonmaken. Ik laat het jullie zien. Alle schoonmaakmiddelen die je ziet, alle producten die je ziet, niet gesponsord. Ik heb het allemaal zelf gekocht. Ik spray altijd zo. Ik spray hier altijd vrij veel. Nu heb ik overdreven veel gedaan, maar oké. Zo even zoveel mogelijk op mijn hand. Een stofzuiger is te zwaar voor mij. Daar moet ik te veel kracht bij zetten. Daar komt de schoonmaakster 1 keer in de 14 dagen voor. Maar ja, die komt pas volgende week weer. Die is vorige week geweest. Dus die komt vandaag niet. Maar ik probeer het wel altijd een beetje bij te houden. Die moet afwassen. Die moet afwassen met de hand. Die hoort daarbij. Had ik beter eerst kunnen doen, maar ineens denk ik eraan, oh ja, ik kan de bovenkant ook wel even afnemen. Ja, dan moet de onderkant ook weer even. Het is allemaal vet wat erop zit, dus het is geen stof wat naar beneden valt. Al wel een beetje. Deze kant is... alvast weer schoon. Nu dat gedeelte nog. Ja, ik zie niet goed dat ik aan het filmen ben, dus dat gedeelte nog. Maar eerst even tijd voor koffie. De tijd voor koffie heb ik trouwens wel gekopieerd van iemand. Van een vlogster die ik zelf volg. Ze heet Danielle Vlogt. Hele leuke vlog maakt zij. Zij maakt hele leuke vlogs. Ook heel puur, net als ik. Probeer te doen en te zijn. Want ik hou wel van het eerlijke beeld geven.
het ook wel eens lastig. Om bijvoorbeeld emoties te laten zien. Als het even niet goed gaat. Dan vind ik dat toch wel... Aan de ene kant wil ik het heel graag laten zien. Aan de andere kant vind ik het heel erg lastig. Waarschijnlijk omdat ik zelf ook met die emoties nog niet goed kan dealen. Ik eet ze momenteel weer heel erg weg, die emoties. Het keto-dieet lukt ook niet momenteel. Het is allemaal veel te lekker. En tegen de kerst ben ik nou helemaal wat emotioneler. Mijn moeder is ook rond deze tijd weggevallen. Een aantal jaren geleden. Ja, dat blijft toch een beetje lastig rond deze tijd. Hoewel ik sinds een jaar of twee wel weer van kerst kan genieten. Doe ik er twee dingetjes koffiemelk in. Er zit dus zo'n lipje wat je af kunt breken. Wat het ook makkelijker maakt. Hehe. Weer wat ontdekt. Ja, ik dronk voorheen eigenlijk nooit echt koffie. Af en toe een cappuccino. Maar tegenwoordig zet ik voor mezelf ook heel graag een lekker bakje koffie. Suiker, waar ben je? Oh hier. De suiker gewoon in een schaaltje zitten. Want ik heb mijn suikerpotje, omdat ik geen suiker gebruikte tot een paar dagen geleden. Want koffie zonder suiker vind ik echt niet te hachelen. En dan ben ik zo meteen terug voor dit gedeelte van het aanrecht. Ik ga nu genieten van mijn koffie. Tot zo. Daar ben ik weer. Ik ga verder met de keuken. Ik ga voorlopen met wat warm water. Mag niet te warm zijn, maar niet warm genoeg is ook niet fijn werken. Wel te zwaar voor mij dus. Ja, moet ik meer even de stofzuiger door het huis halen.
Oh, wacht, ik kan ook vegen. Ja, doe ik dat wel. Kan ik wel. Het is toch allemaal losse troepjes. Is schoon. Dan kan ik dat allemaal weer op zijn plek zetten. Opgeruimd. Zo, dan is het weer helemaal schoon. Dit moet nog worden afgewassen. Meestal moet deze, kan bijvoorbeeld de vaatwasser in. Die bakje van de kwark dan niet, dat moet ik even de hand doen. Dat doe ik straks even. Nou, daar is niet heel veel aan te zien, denk ik zelf. Dus ik ga nu deze video afsluiten en de vlog van vandaag editen. Bij deze ga ik de vlog van vandaag afsluiten. Vond je het een leuke vlog? Geef even een duimpje omhoog. Als je niet geabonneerd bent, zou het super tof zijn als je even abonneert. Tik dan ook gelijk op het belletje. Dan krijg je een melding wanneer er een nieuwe vlog online komt. Of een video. En dan zeg ik nou, doedel. Bedankt voor het kijken. Doedels.